Overal kun je ze vinden. Echt overal. Mooi fietsje. Wat? Mooie fiets. Ja, dankjewel. Nou, ik vind het een mooie fiets. Ja. Maar hier, ik heb de camera gewoon in de verkeerde hand. Maar dat geeft niet. Zie hem zitten. Hij zit te wachten daar onderin. Zit hij te wachten en zegt, oh, help, help. Ja, kom eraan jongen. Ja, stap maar in de lift. Hup. Doen ze meestal wel. Hup. Als je zo lang zit te wachten en de lift komt, hup. Hou je vast. Zo. Hup. Ja jongen, mag je bij de familie. Want, we zien, volgens mij is het een vrouwtje. Die mannetje heeft wat dikke kopjes en vrouw heeft van die dunne kopjes. Nou, even bij de emmer erin. Ah. Ja, af en toe gaat het niet goed. Ah, hier, zo. Oh, jongens, jongens, jongens. Hup, bij de rest. Hup, erin. Hup, zo. Zo. Dus, in dit straatje hier bij de Beethoven heb ik de... Nou, misschien wel... een stuk of 12 al gevonden. Alleen dit stuk. Hm. Leuk, hè? Nou, die anderhalve meter maatschappij, hè? Wat een mafkezen. Zelf houden ze zich er niet aan en wij moeten ons aan houden. Nou, ze kunnen van mij de rambam krijgen. Ik weet nou trouwens ook wat de rambam betekent. Of wat het eigenlijk betekent. Wist ik niet. Komt er een jood naar me toe en zegt, weet je wel wat dat betekent, rambam? Ik zeg, nee. Hij zegt, dat was vroeger een robijn, of zo'n robijn, hoe heet de man ook heet. Ergens in Turkije of zo, dat was een. Oh. Daar komt de Rambam vandaan. Oh. Rabijn Rambam was het. Nou. Dus het is, ik weet nog steeds niet wat het betekent. Het is gewoon een naam. Nou ja, dus. Zo zie je mij weer. Elke dag kun je wat leren. Tot de doki.